Met deze gloednieuwe desinfecteermachines werden vorig jaar juli en augustus in het Bernhoven ziekenhuis in Os en Veghel endoscopen schoongemaakt. Dat zijn slangetjes voor maag- en darmonderzoek. Maar het ziekenhuis nam de machines veel te snel in gebruik. Het apparaat is niet goed geïnstalleerd in het ziekenhuis. De instructie is niet goed aan alle medewerkers gegeven. En dat heeft erin geresulteerd dat na verloop van tijd bleek dat de scopen in dat apparaat niet goed gereinigd werden. Toen waren er al zo'n 500 patiënten onderzocht met endoscopen die misschien niet goed gereinigd waren in de machines. De patiënten zijn getest op HIV en hepatitis. Niemand bleek besmet, maar het incident had voorkomen kunnen worden. Met elkaar zijn er een aantal fouten gemaakt. Het is waar, ik kan het niet ontkennen. Ik denk toch dat het te maken heeft met een al te grote vanzelfsprekendheid, nieuwe apparatuur, die introduceren we en die nemen we in gebruik. We hebben met elkaar onvoldoende het belang ingezien van de nauwkeurigheid die je moet toepassen. Het Bernhoven ziekenhuis heeft inmiddels al haar apparatuur laten controleren. En omdat het de zaakjes op orde heeft, legt de inspectie voor de gezondheidszorg geen straf op. Wel wordt het ziekenhuis de komende tijd extra in de gaten gehouden.